Ik speelde met mijn vriend MRC in 2v1 tegen een pro. Nice, ik geef hem... Hij verwacht het wel, man. Wat? Nee, oh, joh! Wat is dat? Herken je het dat je zit te kijken naar andere mensen op YouTube en dat je denkt, wauw, zo goed wil ik ook zijn. Dat heb ik dus met pro-spelers. Als ik er naar kijk, ziet het spelletje er zo simpel uit. Als ik zelf in een potje speel, verloopt het echt heel anders. Daarom ga ik vandaag testen hoe ver ik een Grand Champion van het professioneel niveau afsta. Door een 1v1 en een 2v1 te doen. We spelen gewoon tegen de enige echte pro. Ik ben echt benieuwd hoe hard we ingemaakt gaan worden. Dit is Tim, een professionele Rocket League speler waar ik het in deze video tegenop ga nemen. Hij is zelfs zo goed dat hij wordt beschouwd de beste van de wereld te worden. Oh my word, Tom. I do think that Vertigo Esports might be the new team Queso and the best team in the world. Oké, we moeten wel even goed focussen. Oké, hij is meteen al echt heel goed in de kick-off. Oké, hij mist hem. Ik heb wel de boost, dat is echt top. Misschien kunnen jullie iets proberen. Jammer. Ja, en daar is de eerste al, daar is de eerste al. Oh, je gaat niet menen dat hij jou meteen al gaat flippen. Nee, ik denk ook niet echt dat ik veilig ben, man. Nee, joh. Nee, joh. Ha, je wordt meteen geklipt. Ga voor zo'n vieze weefdeskip, hoor. Als jullie het niet weten, MRC die heeft de Supersonic gehaald in Wands. Maar hij is nu GC. Ja, hij wordt nog zo hard gedestrooid, jongen. Holy shit. Ja, dit is echt heel naar. Misschien dat ik hier de muur op kan gaan. Of iets kan doen. Ja, dat doet hij ook weer heel goed. Kijk, fake challenge. Gaat hij iets meer mee kunnen? Goeie flik. Ik heb hem nog wel. Ja. Hij gaat op. Nee, nee. Ja. Oké, nice one. Dat deed hij heel goed. Ik hoop in ieder geval wel dat ik nog even een goaltje kan maken. Dat is nog wel mijn doel. Om gewoon een goal te scoren tegen een pro player in een 1v1. Hij is wel snel, dus ik denk dat hij... Ja. Het is wel gewoon een appeltje eitje voor deze man. Gewoon. Nou, komt hier de eerste goal? Kan ik hem bumpen? Nou, hij is up. Ja, hij is vies, hij is vies. Hij is vies. Jij bent zo vies, hè? Hij heeft het niet. Ja, joh. Oh, nou. Oh. Ja hoor, hij heeft okay, gewoon een goal. Okay, we moeten de mental game gaan spelen. We moeten de mental game gaan spelen, ja. 3-0 op zich tegen een pro. Het is niet slecht, ook niet goed. Ja, ik ben echt... Ik ben echt... verondersteld. Hij gaat mij nu ook weer zo hard klippen. Maar deze gast is het gewoon echt saai. Ja. Niks aan de hand. Oké, kom op. Nu zit ik in zijn hoofd. Ah, vies, vies, vies. Oh. Deze man heeft wel echt alle trucjes binnen huis. En ja, Ik dacht, we gaan de mental game spelen, maar weet je, ik pak gelijk de L, man. Fake challenge? Fuck. Oké, hij gaat voor fake. Ik ga hier up. En ik word al meteen weer, ja... Misschien dat we hier een mooie goalpump kunnen hitten. Ah, hij zit natuurlijk op de backboard. Dus die moet ik wel even hebben. Ja, die heeft hij natuurlijk. Ja. Oh. Oké, uiteindelijk zijn we 8-0 ingemaakt in de 1v1. Ik ben nu echt heel erg benieuwd hoe de 2 tegen 1 gaat verlopen. Maar eerst gaan we even kijken hoe het bij MRC gaat. Ja, wat de heck. Hier, hitje. Chase? Holy shit, dat is de tactiek. Nice block, Tim. Nice block, Tim. En nu. Oh, je kan hier misschien iets? Ja, ik word gepre-jumped. Ik word gepre-jumped van hier tot Tokio. Ah, hij disrespect me. Van de 4 werd hij volledig ingemaakt, maar hij brak nog wel even Tim zijn ankles. Hij bomt op. Fake. Oh. Enkeltjes, Tim. Oké, okay. het gaat gebeuren. Hou jij maar boven zit, ik blijf een beetje achter jou, zodat als jij hem misschien kan outplayen, dat ik... Shadow maybe? Nice. Okay, nu ik? Open? Nee! Oh. Kijk, ik zet gelijk druk. Ik heb hem. Oké, naar jou, ja? Doe een freestyle waar je goed in bent. Misschien bij me houden? Ja, zijn verdediging is niet verkeerd. Bump! Deze man, jongen. Die is wel van goede huis... De huis thuis. Ik ben midden, misschien kan je hem outplayen. Ik geef hem. Oké, okay, hij zit er meteen tussen. Oké, ik heb de boost. Kan je misschien mid geven? Of hem outplayen? Hij is daar, man. Hij is... Oh, goeie dunk. Ik ben voor. Ik kan hem misschien. Geef hem nu. Nee. Ja, let's go. Oké, de eerste goal is binnen, jongens. De eerste goal is binnen. Oké, ik fake hem. Is goed. Nee. Nee, hij had het door. Shit. Weer een fake. Dat verwacht hij niet. Nice, ik geef hem... Hij verwacht het wel, man. Wat? Nee, joh! Nee, joh! Deze man, jongen. Deze man, die is echt mind games next level. Kom maar. Boom.
Oh, oh, oh. Save wat die maar, sappig. Zeg. Save die maar. Pers. Kijk of ik ook kan gaan. Oké, ik ga voor hem. Finch? Ik ga voor hem. Dat hij niks meer kan. Wow, oh, jammer. Misschien? Doe het? Nog een keertje? Oh, ik heb hij heeft het wel lastig. Hij heeft het wel lastig nu. Ik ben mid. Oh. Heb jij? Ik ga een beetje druk zetten op hem. Ah, jammer. Kan hem bij me. Ik ga mid gelen, toch? Ja. Ik kan hem bieden. Nice. Ja, heerlijk. Hij is up. Oh nee, dat wil je niet met hem. Maar dat wil... Nee. Nice. Oh. Iets open. Nee! No way. Nee! Ja! Oh, dit ging nog bijna mis. Oh nee, ik rijd verkeerd. En het is... Oh, ik ben zo slecht. Ik pak hem wel gewoon, I guess. Oh, hij heeft hem gewoon. Ik kan misschien up gaan. Oké, hij gaat up. Oh, hij is zo goed, jongen. Hè. Hij fakte mij daar gewoon door daar net te doen alsof hij voor een peerjump ging. Kan ik hier wat mee? Ik moet wel gaan, hè. Hij gaat flippen. Nice. Kom maar. Ja, die zit erin. Boink. Nice. Oh. We gaan nu voor een 50. Ik heb hem gedemo'd. Goed, ik wacht even met schieten, anders vind ik het set. Mid? Ja. Terug. Ik heb hem gebied. Oh. Deze gast is echt wel geoutplayed hier, hoor. Wat? No. Afslachting, man. Conclusie. Een pro is in staat om een Grand Champion zonder enige moeite in te maken. Als twee Grand Champions samen tegen een pro gaan spelen, wordt het de pro al net iets te veel. Dus professioneel Rocket League kan ik wel op mijn buik schrijven.